Jarno Hams en Erik Hams, allebei sterk en zwaar. Maar kunnen ze ook wat anders dan spierbal rollen? Zo, Jan, dat je iets meer deodorant op moet doen. Ja, vind ik wel, sorry. Ja. Ja, niet fout. Wat een keer doen? Oh, hé, je scheert mijn oksels helemaal niet, ja. Ja, die ben ik vergeten. Godverdamme, man. Ik vergeet, sorry. Scheer je de rest ook niet? Ja, dat zou maar eens gaan mooi vinden. Ja, ik scheer wel het tiende dame. Ja? De voorleestest. De volgende dag denk ik allemaal niet meer aan wat Rabia heeft gezegd. Zo, best een Nederlands boek. Ja, best wel. Kinderen, is dat belangrijk? Ja, voor mij wel. Ik heb er twee. Ja? Ja. Belangrijker dan de sport? Ja. De volgende dag denkt Kamal niet meer aan wat Rabia heeft gezegd. Hij zit heerlijk in de rode auto van Sam. Sam reist over de weg. Ben je een trotse oom Erik? Ja, ik ben zeker zo trots op die jongens. Ja, zeker. Met mooie mannetjes. Had ik niet van hem verwacht dat dat zou kunnen zo. Nee, dat even netjes gemaakt. Knappe vriendin, hè? Toch zat wel aan me, door met wel aan Ling. Ja. Maar poepluis verschonen doe je niet, hoor. Nee. Dat is niet mijn... Kokhalsgehalte. Niet mijn ding. Maar Sam zegt, wat heb ik dan aan deze auto? Ik wil zelf nog wat kinderen, ja. Dat is nog wel de bedoeling. Ja. Hij hoeft het alleen nog. Veel. Ik hoorde, je bent een beest in bed. Ja, dat klopt. Dat vindt Kamal ook. Mooi. Wie heeft hier gewonnen? Ik. Wie? Ik. Ja, wie is hier nog kampioen? De basketbaltest. Kunnen we zo verder? Ja, zeker wel. Laat me wel gewoon gooien, hè? Hoe, dat doe je bij mij toch ook? Ik ging gewoon naar zo snel, ik zou het niet achter doen. Oh, wat ben je een slechte verliezer, jongen, echt. Ja! Prachtig! Wie wilde het hardste winnen? Ik. Ik heb al zo vaker gewonnen. Ik bedoel, dan. En met een klein beetje zelfvertrouwen begin voor 13 juni. Flikker op. Ja. Wat was dat voor een raar hupje eigenlijk? Hè? Is dat zo het hele leven al? Nee, want ik ben altijd nog de beste best. Ja, ik ben 5,5 jaar ouder. Vroeger was dat verre van eerlijk. Ja, kijk, en ik ben nu natuurlijk ook nog steeds de beste. En eigenlijk is het nog niet eerlijk. Je bent ook een stuk lelijker, maar goed. Ja, daar moet ik dan mijn vader op de schuld geven. Nou, ik ben niet het mooiste. Nee. Dat doe je maar heel jammer, hè? Dat besef je nog wel. Hoezo, ik ben het mooiste. Ik kan beter hem zeggen van sorry, maar. Sorry, maar. Oh. Maar ja, het is gewoon zo. Kun je nog luisteren er weer naar mee, hè? De Penti-test. Penties? Heb je een beetje vrouwelijke kant? Ik? Nou. Hoe heler die blijft, hoe vrolijker je bent. Wat is de voorkant, achterkant, hè? Zit er niet aan. Oh. Je moet wel een beetje heel blijven. Ja, ik doe mijn best. Een beetje je vrouwelijke kant zoeken, hè? Scheelt dat je ding worden de binnen nog eens keer. Zo. Benga. Nou, hoe voel je je nou? Vrolijk. Ik heb nu een vrolijke kant ervan. Nou, Jarno. Heb je een beetje een vrouwelijke kant? Nee, ik heb weinig vrouwelijke kwaliteiten. Ja? Ja. Maar ik ben even aan het kijken of je de juiste maat wil hebben nummer. Als ik dit zo zie, dan ben ik beide voor één been nodig. Heel oud, hè? Oh, kijk eens. Daar rekt er gewoon over, hè? Ik kreeg mijn tweede been, kreeg je toch nooit bij jou, wel in vredesnaam. Kom op, maar, kom best. Oeh, ik wel. Kwa. Doe maar. Ja, kijk eens, jongen. Ik vind het nog wel goed staan ook nog. Ik denk het trouwens, Erik, als je hem zo aan de dan, dat zoek meer herken dan. Zo. Maar je kunt hem beter op, man. Ja, maar dit is de verkeerde kleur van mij. Dit past niet bij mijn oom. En dat levert een tussenstand op van 1 punt voor Erik en 2 punten voor Jarno. Tijd voor de volgende test. En dat is de frikandeltest. De broers mogen elkaar op een fatsoenlijke wijze een frikandel voeren. Aan elkaar en fatsoenlijk.
Mag dat wel in jullie dieet? Jazeker. Ik ben geen bodybuilders. We zijn echte mensen. Nou, nog even je broer schoonmaken. Zoals ik, laat de rest ook maar aanrukken. Er past er links en rechts nog maar 10 bij. Als je 15 bent. De stand is 2-2. En nu is het tijd voor de laatste test. De zangtest. Ouderdom voor schoonheid. Even daar, Erik. Nu maar podiëren of zo. Lekker. Erik denkt dat hij kan zingen. Maar eigenlijk kun je dat de maker en de zanger van het originele liedje niet aandoen. Tijd van onbezorgdheid is voorbij. Ik ga nog eens een keer naar een theatervoorstelling. Ja, Jochem Meijer, Najib Mamali. Nou, dat kijk hij alleen maar op DVD. Dat is cultuur. Ja, ook. Hoor het komen. Hoor het komen, yeah! En ik hing in Denenkamp. Natura Dorset? Ja. Hang je daar? Ja. Als gorilla? Ja. Als King Kong? Nee, nee, echt? Ik ging over een gorilla. Stel er nog net zo op. We hebben de tweelingbrus kunnen weer. A long and dark life. Other! A raining revival. Other! Dan is Christus. Bloemen komen als een vlinder vrij. Alle backhams. Het is gewoon niet waardeloos. Geborgenheid. Verborgen. Pa, ma, sorry. De tijden, slechte tijden. Ah! Op mijn zenuwachtig, Hans. Dat was zo slecht. We houden het lekker bij 2-2. Dan nog even over de kwalificatiewedstrijd van aanstaande zaterdag in Framshoop. Dit weekend hier in je eigen dorp? Ja. Is het spannend? Ja, ik ben wel, ik ben wel gemotiveerder nog om hier nog harder te gaan presteren. Ik denk dat er wel een kwaliteit is die we allebei bezitten. Op het moment dat er heel veel mensen is en dat de druk hoger wordt. Maar dat de prestatiedrang dan ook hoger wordt. Ja, nou jij gaat het stokje overgeven volgens mij, hè? Ja. Doet dat geen zeer? Nee, want het is gewoon een feit. Ik bedoel, ik word dit jaar in november, ik word 41. En dit is mijn 20ste jaar dat ik het doe. Ik zou vorig jaar al stoppen. Alleen toen door allerlei voetblessures, een peerspaart ingescheurd, 2 slijmbeelsontstekingen, 2 keer een middenvoetsbeentje uitgewricht gehad. Ja, ik kreeg gewoon niet het afscheid wat ik zelf eigenlijk een beetje voor ogen had. Op een waardige manier. Erik heeft van het weekend de kans om revanche te nemen. En ik hoop dat het dat. En dat er zich plaatst voor de sterkste man van Nederland. De eerste 2 gaan door. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat hij er dan bij is. En dat ik mijn laatste nationale wedstrijd kan draaien. Gaan we dan nog huren aan het einde? Als ik win, weet ik het niet. Dan kon het best wel eens weer in dat er wel een druppeltje traanvloeistof valt.